Paul van den Driessen zal vanaf 1 januari 2011 voor politieke duiding zorgen in het nieuws van VTM. Van den Driessen keert terug naar de nieuwsredactie van VTM, waar hij eerder als analist en hoofdredacteur aan de slag is geweest. Tussenin zetelde hij even in de Senaat. Van den Driessen is 51. Hij werkte ook nog voor het Nieuwsblad en de Standaard. Sinds 2006 is hij woordvoerder van voetbalploeg Cercle Brugge. Ook Farouk Özgünes wordt expert voor het nieuws van VTM. Hij zal het justitienieuws opvolgen en duiden. Özgünes heeft 20 jaar ervaring als verslaggever in gerechtelijke zaken en als anker voor het nieuws en Telefax Crime. Eerder deze week raakte al bekend dat Paul Doren expert economie en financiën wordt voor het nieuws.